Janine Penders is het blauwe middelpunt in een volledig met witte pakken gevulde judomat in de sporthal van Herten. De kinderen van de basisschool in de regio kregen vanavond donderdag een judo-clinic van de beroemde Limburgse judoka. Ja, ik heb het al een paar keer gedaan, maar dit was wel de grootste groep die ik tot nu toe gehad heb. Maar het was wel heel leuk. Donderdag waren de kinderen van de basisschool aan de roer en Hubertus aan de beurt. De clinic maakt onderdeel uit van het schooljudo. Bij de afgelopen week in het kader van een Go for Gold project plaatsvond je in de gemeente Romein. Ja, het is fantastisch om te zien hoe hier 100 kinderen eigenlijk heel blij zijn dat ze hier tijdens schooltijd kunnen judoën, kunnen sporten, kunnen bewegen, met elkaar bezig zijn en dan op een hele gedisciplineerde wijze. Dus het is gewoon genieten hier. Judo, je geeft je bepaalde dingen mee, zoals zelfvertrouwen, maar ook dat je mentaal gewoon sterk bent en dat je fysiek sterk bent en dat je je eigen lichaam goed leert kennen. Dus ik denk dat het vooral op die leeftijd heel goed is dat kinderen al vroeg daarmee in aanraking komen. Dit zijn clinics, dat is een initiatief van de Huis van de Sport en de provincie Limburg. Die samen met gemeentes gezegd hebben, het is belangrijk dat kinderen goed leren sporten. En wat we doen met dit soort clinics die 6 keer achter elkaar plaatsvinden en waar vandaag dan de afsluiting van is hier in Herten. Dat zij echt op een goede manier ervaring opdoen met de sport. En dan hopen we dat ze een sport kiezen die ze leuk vinden. En dat zal in dit geval misschien wel voor veel kinderen judo worden. Als je dat een beetje op een leuke manier doet en een beetje met spelletjes en zo, dan kan je eigenlijk als een soort van stoeien, kan je ze al een beetje leren judoën. Dus dat kan eigenlijk al op heel jonge leeftijd, ja. En wat is het belangrijkste? Het belangrijkste is dat ze plezier hebben. Dus ik hoop dat ze dat vandaag gehad hebben. Ja, het is ongelooflijk. Als zij zegt judo, dan is iedereen doodstil, blijft staan en vraagt en wacht tot ze zegt wat er verder gaat gebeuren. Ik zei het al tegen Janine, ik zeg dat is misschien ook iets wat de burgemeester in de gemeenteraad kan toepassen. Penders geniet zichtbaar van de judo clinic, maar is natuurlijk ook zelf nog volop in training. Nou, we hebben binnenkort Europees kampioenschappen teams in Haarlem, een eigen huis. Dus daarvoor training nu en ik hoop dat dat een mooi evenement gaat worden. Kinderen die door willen gaan met de judo kunnen 6 weken lang gratis judoles krijgen via de site schooljudo.nl.